Vlakbij de Lauwersmaar leidt de monumentale brege. Zij meien er nog krek door. Maar zij moeten wachtje en binnen het toilet van de morgen. Want het is heeg tijd voor een restauratie. En dat gaat voor alles. In 1901 is hij gebouwd, is hier online. Ik heb begrepen van omwennende jaren dat er in 1963 voor het laatst een keer goed nieuwsjongen is. Maar hij wil nou echt onderhoud daar. Het gemaal is een Rijksmonument, de sloos, de bregen en het huisje wat je hier steeds ziet, het betjeningshuisje. Ja, dan moet je de boel ook netjes van elkaar hebben. Van Zimmer gaat haast mis, doet de bregen door de droogte problemen veroorzaken. Het bregendek wie door de droegen zijn met zo'n verschrikkelijke droeg dat het contragewicht volle zwitter wie is het bregendek. Dus toen werd er op een gegeven moment het kantelpunt heen. En met die iepen draaien, toen kon de betjender van de bregen net meer horen. En toen klapte er helemaal iepen. Er waren een paar mensen bij die er vlakbij stonden. Het is goed gegaan al hier, gelukkig. Voorzichtig werkje, ja. Hij woont hier een bregen ergens wel helemaal, maar die wist al wat net, dacht ik. Wij pikken de kraan in en dan halen wij de boel los en dan gaan wij eerst met de heewerker aan de kant. Dat, er in principe, dat wij veilig staan en dan begint de kraan te hijsen. En ja, dan gaan wij blijven net onder staan met hijsen. En we hebben nou het grootste deel hebben juist loshalen en nou, we kunnen er nog wel vrij makkelijk voordraaien. Ja, het gaat super. Er komt in Ezemersiel een tijdelijke bregen, al is die alleen nog voor fietsers en kuierders.